Je wisselt in deze oefening lange en korte explosieve pushes af. Dit heb je nodig, want in de basis van een wedstrijd is dit wat je de hele tijd doet. Kort en lang, kort en lang. Bij deze oefening heb je nodig een tennisbaan en 6 hoedjes of pilonnetjes. De kleine waaier start je bij het oranje hoedje in het midden. Je kiest er weer voor of je linksom of rechtsom start. Je gaat naar het eerste hoedje toe, daar draai je omheen. Je gaat terug naar je beginpunt en op dat moment ga je naar het tweede hoedje toe. Daar draai je omheen. Je gaat wederom terug en je gaat naar het derde hoedje wat recht voor je staat. Ook daar draai je omheen. Daar aangekomen ga je naar het volgende hoedje wat schuin staat, weer op de hoek van de servicelijn. Je gaat weer terug en dan ga je naar het hoedje wat op de baseline staat en je volgt terug naar je beginpunt. Het doel van de kleine waaier is het trainen van explosiviteit, het starten, het behendigheid, kort kunnen draaien in combinatie met lang aanzetten naar de kegeltjes, de hoedjes die op de hoekpunten staan. Belangrijk in deze opdracht is dat je op de korte stukken, dat je daar explosief en kort probeert te rollen, kort te pushen. Hou je handen goed bij je hoepels, draai, gevolgd door de lange afstand waarbij je wederom kort pusht, de eerste 2-3 keer, gevolgd door een lange push om snelheid te maken naar voren. Op het moment dat je conditioneel in staat bent om het lange vol te houden, kun je ervoor kiezen om hem linksom te starten, hem helemaal te doen tot het moment dat je op je beginpunt bent en dan nog een keer rechtsom terug. Na 2 keer is het verstandig om te rusten, om even wat te drinken, om even pauze te nemen. Als je het leuk vindt, kan je deze oefening natuurlijk filmen en op Facebook zetten. En zet er dan ook even bij hoe snel jij bent.